gaatje. Max, top. Meteen de kop gepakt. Oh, er gebeurt wat. Over de kop. Ja, een gigantische klep. Wat natuurlijk uiteindelijk niet nodig was. Er komt een auto naar links en die tikt net het rechter voorwiel. Russell kwam naar links. Het is net gebeurd, dus ik weet niet helemaal wat er exact gebeurd is. Maar ja, dat zijn risico's van het vak. En men kan ook niet zomaar van links naar rechts over zo'n baan slingeren. Dat is natuurlijk een beetje kwalijk. Ja, en hoe is Joe in de bandenstapels, eigenlijk over de bandenstapels terechtkomt in het hek? Ja, dat is een schrikbarende beeld. Ja, als je dat in de herhaling zag, wat een gigantische klap dat is. En dat hij ook nog eens over de banden, die hele banden zijn nooit gebruikt. Vier of vijf rijen dik banden. Daar is hij gewoon overheen gegaan en in het hek terechtgekomen. Dus ja, dankzij alle nieuwe reglementen, sterkere auto's, toch de rolbeugel die helemaal zo voor hem zit. Dat is toch nu wel, heeft zijn vruchten afgeworpen de laatste paar jaar al. Ja, die halo is eigenlijk ook al in de Formule 2 met een zware klapper vandaag. Die halo en ook dan ja, bij Zhou doet goed zijn werk. Ja, absoluut. Zonder dat waren er doden gevallen. Dat moeten we niet vergeten. Dat is nu een paar keer al gebeurd. Dus hulde voor het systeem wat er ooit opgezet is een jaartje of drie terug. Dat is natuurlijk jammer voor Max Verstappen, want die had een berenstart. Ja, Max ging heel erg goed weg en ik zit nu schuin te kijken naar de eerste ronde. Ik zie dat Max ook ietsje verliest op Sainz. Maar dat kan zo direct weer zijn, want volgens mij is Max van banden gewisseld. Hij had zacht en is nu een medium. En dat is natuurlijk net met de start wel belangrijk. Dan heb je toch wat meer wielspin. Wat ik wel raar vind, want je moet in de race moet je banden wisselen. En volgens mij hebben ze geen race gereden. Want ze waren in de eerste ronde hebben ze meteen rode vlag gekregen. Dan tel je een ronde terug en toen was er geen race. Dus formeel denk ik dat je geen banden had mogen wisselen. Maar dat is mijn visie daarop. Al met alles, je kijkt naar de WK-stand voor deze race in Silverstone. Dan staat hij natuurlijk fantastisch voor. Denk je dat dat nog spannend gaat worden? Ja, je weet nooit. Er kan van alles gebeuren. Max kan een paar keer uitvallen. Er kan weer een regenrace komen met allemaal ellendes en weet ik het wat. Aanrijdingen bij de start. Je weet het niet. Maar goed, kijk, de kaarten zijn natuurlijk wel een heel en goed geschud op dit moment. Dus alles is mogelijk. Als je kijkt, het weekend in Silverstone. Max werd uitgefloten door de fans. Was dat te verwachten? Ja, dat zijn allemaal futiliteiten. En het hoort een beetje bij de show. En je kan niet zeggen dat een meerderheid van de mensen is. Max is wereldwijd een heel geliefd persoon. Iedereen is fan van hem. Dus, en niet alleen Nederlanders, dat moeten we niet vergeten. Dus ik trek me daar niet zoveel van aan. En ik denk Max ook niet. Die denkt, ik race gewoon, zoek het uit. En die paar man die dat doen. Er waren ook een paar tegenstanders op Silverstone om de hele Grand Prix te verstoren. Ja, we hebben altijd van dat soort asijn, puntje, mensen. Ja, en volgende week is het natuurlijk anders met 30.000 Nederlanders op de Red Bull Ring. Ja, dat is altijd eigenlijk een soort Nederlandse Grand Prix al jarenlang. En dat is natuurlijk uniek, want alles is daar oranje en zo bijzonder. Dus dat wordt weer een hele mooie race. En dat is een circuit wat Max ook zo ligt. Dus ik zet mijn geld er weer op.